Dit is de Cellerstraat in Tilburg-Noord en in deze zaak gaat het om een ordinaire straatroof. En de buit? Slechts een paar tientjes, maar wel weer een slachtoffer van 76 jaar die dit haar hele verdere leven niet meer zal vergeten. Het is de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 juli. Om 11:50 komt een echtpaar thuis. Ze zijn samen op familiebezoek geweest. Zoals ze dat altijd doen, laat de man eerst een vrouw uitstappen, zodat hij die auto kan wegzetten. Hey, tot straks, hè? Ja, tot straks, dank u wel. Vanuit het niets wordt ze ineens aangevallen. Het was in de nacht van zaterdag 27 op zondag 28 juli ontzettend slecht weer. Het regende en onweerde heel de avond en nacht. En dat is misschien ook de reden dat er weinig mensen zijn geweest die de vrouw hebben horen schreeuwen om hulp. Maar er zijn in deze zaak wel een aantal hele interessante aanknopingspunten, zoals deze fiets. Een blauwe gazelle herenfiets van het type Grenoble. Het duurt niet lang voordat blijkt dat de fiets hemelsbreed nog geen kilometer verderop in de Duurcel dreef was gestolen. Een dag voor de beroving. Tegelijk met nog drie andere fietsen. Een paar dagen na de straatroof, op donderdag 1 augustus, wordt hier nog een fiets gevonden. En ook dat is één van die vier gestolen fietsen. Dat is hemelsbreed maar zo'n 100 meter vanaf de plaats waar het allemaal gebeurde. En dat is op zijn minst opmerkelijk. Want was die straatrover dan niet alleen en zijn ze toch met z'n tweeën gevlucht? En wie heeft dat dan gezien? De kans is groot dat de daders uit de buurt komen en goed de weg kennen. Dat maakt de kans ook groter dat iemand ze eerder heeft gezien, tussen donderdag 25 en zondag 28 juli. Misschien wel op de gestolen Sparta Somerset, die een paar dagen na de straatroof werd teruggevonden. Of de gazelle herenfiets, die bij de straatroof zelf werd gebruikt. Bij die fietsen hoorden ook spullen die ze nog kwijt zijn. Twee dubbele zwarte fietstassen, een felrode poncho en een ovaal zwart slot. Zegt het u iets? Laat het dan weten. Die spullen en die fietsen zijn belangrijke aanknopingspunten in de richting van de daders. Want vier fietsen steel je niet zomaar in je eentje. En wij willen dan ook graag met iedereen spreken die iets meer weet over de fietsen die nog niet terecht zijn. En dan hebben we het over een vrij kostbare racefiets van het merk Scatto en een Batavus damesfiets. Maar ook de tas van het slachtoffer is nog niet terecht, dus misschien heeft iemand die nog ergens gevonden. Leeg gevonden, want op donderdag 15 augustus is er iemand aangehouden in winkelcentrum Heijhof in Tilburg in verband met alweer een fietsendiefstal. En wat bleek, hij had spullen bij zich uit de tas van het slachtoffer. Toch was er onvoldoende bewijs en is die vrijgelaten. Al met al een zaak met veel details en niet te vergeten veel leed, want de 76-jarige vrouw heeft nog steeds angst na de straatroof. Heeft u tips over de mogelijke daders, de gestolen fietsen? Heeft u iets gezien of gehoord? Elk beetje informatie, hoe klein dan ook, is welkom. Bel met de tiplijn 0800 60 70. Anoniem kunt u uw verhaal kwijt via 0800 7000.